Oké, okay, weet je, iemand eigenlijk een nieuwe Elias Verwild kan bestellen, want de mijne is een beetje kapot. Nee, nee. Hallo iedereen, mijn naam is Timur Beek, ik ben 19 jaar en extreem aantrekkelijk. Ik kom momenteel in de straat van Elias, want hij is al naar zijn huis gerend omdat hij wil weten of hij zijn paspoort mee heeft. Het is toch een dom knulletje eigenlijk. Hallo! Heb je hem gevonden? Oh, wat mooi. Lekker worstje. Wat? Hoe oud is je worstje? Van gisteren van een barbecue. Lekker. Had ik je niet bij het afval gelegd? Je hebt dat bakje bij afval gepakt. Ja? Wat? Maar ik heb... Oh nee, dat had ik wel echt niet gezien. Oh, stomme. Kom, maak je valies en dan gaan we vertrekken. Ik heb mijn pas! Ja. Ah! Windman een sokje aan de cirkelspiel. Laat mijn likken draaien. Maar wat kan ik er nu nog uit doen? Nog een broek, die bloemenbroek. Nee, niet de bloemenbroek. Ja. Je had zoveel zin in die foto's met de bloemenbroek. Ja, Timon, ik weet het. Oh, wat een mooi meisje. Ik vind het zo'n mooi meisje. Wat een mooi meisje. Oh, we zijn weg. Okay, we gaan nu tanken, want we hebben juist 70 kilometer gereden op het rode maftingetje van de tank. Ja, oh my god, deze gaat zo hard. We doen stap voor stap bij ronde eerst dit af en dan gaan we naar het toilet. Het lijkt steeds meer op mijn moeder. Hoe filmt jij nu? Ik zie je zo rondlopen. Zelfs nu. Lekker worstenbroodje. Een heerlijk worstenbroodje. Een gezellig worstenbroodje. Er zijn mensen aan het kijken. Ah. Dit is toch een mooi shot. Ja. Zie maar hoe mooi! Ja, zie! Ik vind het... Maar wacht, gaan we naar Santa Cruz of Costa Adeja? Santa Cruz! Maar draai je om. Wat? Draai je om. Hier. Oh. Ik boelde terwijl je dat deed. Oké, Elias heeft mij achtergelaten in de auto, want hij gaat de parking regelen. Ondertussen ga ik jullie een heel cool snufje tonen van deze wagen. Namelijk deze knop, en als hij hierop duwt, gebeurt iets heel speciaals. Let's go. Stop, gewoon. So satisfying. Ik kan uren naar deze palmboom blijven kijken. Elias is ongelukkig, omdat onze kamer nog niet beschikbaar is. We hebben dit uitzicht, en Elias is ongelukkig. Zwijgt. Oh, maar ik vind het zo mooi uitzicht, Oh, oei, laat maar. Ah, nee, dat is wel minder, ja. We gaan lekker dineren, Elias. En ondertussen mag je denken aan mijn teenagels. Niet lang daarna liggen ze allebei te ronken. Hoor maar. Wat een mooie pyjama heb je aan. Wat een mooie sandaal heb je aan. Ja. Heb je lekker veel meisjes afstoten? Kom. Ja, dat is mijn hobby. Oké, jammer dat niet op beeld stond, maar Elias heeft net, echt 10 seconden geleden, de woorden uitgesproken. Anna, ik word echt zo knap in het buitenland over zichzelf. Sorry. Dit is veel beter. Mijn haar. Zie hoe leuk als ik nu door mijn... Kijk, ik ben even door mijn haar geweest. Film mijn haar. Zie hoe leuk. Ja, ik heb ook haar. Oké, zoals jullie zien zijn we momenteel deze berg op aan het rijden. Daar is hij dus. En hier is Elias, die nog maar 2 jaar zijn rijbewijs heeft en ons naar boven gaat proberen te voeren. Oei, hier staat een bord van vallende rotsen. Ja, maar dat is altijd. Ah. Ze hebben het ook in de Christi. Je hebt te vroeg gezegd dat jij een ervaren hebt. Ja, maar ik heb nu mijn schoenen nodig, Timon. Ik zit hier op mijn slip, die liggen in de koffer. Oké, ga mijn schoenen in de koffer halen. Ik? Ja. Wacht, zelf? Timon! Hoezo, maar ik nu... Ja, maar ik moet kunnen rennen als er een auto aankomt. Ja, mijn schoenen snel. Ja, ik ben onderweg. Ik doe het op mijn tempo als ik het moet doen. Ik doe het op mijn tempo. Ah, wat een prachtig landschap. Even genieten van dit landschap. Die man pakt godverdamme die schoenen. We staan hier met 4 pinkers. Ah, hier kunnen we wel staan. Ah, we zijn op de top. Is dat een hamburgerkraam hier? Hoezo staat er hier een hamburger? Ja, zwijg eens even 2 seconden. Probeer te parkeren. Ons leven is zo zwaar. Ja, zo zwaar. Oh, deze airco in mijn gezicht als ik dat hier installeer. Ja, en voor de mensen die zich afvragen waarom dat Elias in godsnaam elk shot een andere outfit aan heeft. Die jongen heeft dus letterlijk hier, we gaan letterlijk even een dagje naar een stadje rijden. Die heeft hier, denk 6 of 7 verschillende outfits mee, gewoon voor foto's te maken. Hè? Dat is niet normaal. Als mijn moeder dit ziet... Ja, ze gaat het zien, we zijn het aan het filmen. Ja, die flipt. Hallo. Ik zit hier al een tijd, waarom zeg ik niet pas hallo? Oh my god, dit uitzicht.
What the fuck? Zullen we maar even stoppen met hier op de weg voor een foto? Wat denk je? Dat vind ik heerlijk. Oké, Elias en ik gaan nu zwemmen. Ja. En daarna ga ik in de douche. Het volgende dagje. Hallo iedereen. Oké, wat gaan wij doen, Timoni? We gaan naar een zwembroekje. We gaan lekker gaan zwemmen in het grootste aquapark van de wereld. Wat? Zie je, we gaan naar Siam Park en dat is een van de grootste aquaparken ter wereld. En it's going to be fun. En we gaan keiveel pijn hebben. Dat stinkt een beetje. Wat? Oké, we zijn in het park. We gaan de eerste attractie doen. Het probleem is gewoon dat we zo hard verbrand zijn dat die attracties gewoon pijn gaan doen. Ja. Dus dat wordt nog een dingetje. Oké, jongens, er is echt iets mis met Timon. Ik zei, ik ben op mijn berg aan het rijden. Ah. We zijn naar een vulkaan. Wanneer komen we terug? Volgende week maandag. Amai, zeg, dat is nog lang. Ja, moe. Ja. Yo. De volgende dag gingen onze helden naar het strand. Haha, Kaulo leuk. Oké, Eels en ik zijn aan het strand. At the beach. En we gaan op zoek naar vissen die aan uw voeten zuigen. Ja. Oh, maar dat is iets. Dat is groeiend eten. Dat is echt fucking bad. Haha. Oh, wat een mooi voetje heb je. Oh my god, dat wel deugd. Oh. I can't believe that it's finally me and you and you and me. Just us and your friend Steve. Do-do-do-do-do-do-do, Steve. Wat gaan we doen, Elias? We gaan een foto nemen van mij. Waar? In het koude water. Ook echt in het meest ijskoude bad dat we hier hebben. En ook met een fontein, dus dat gaat spetteren naar alle kanten. Dat ga ik moeten blurren op YouTube. Wat? Dit? Ja. Wauw, ze komen een zwembroek. Ja, maar niemand wil dat zien. Ja. Stop, dat gaat niet. Maat, dat gaat zo koud zijn. Dit is gewoon van bovenuit en doe maar wat. Zie dat ik er volledig op sta, lekker dramatisch. Ja. Yes? Mijn boel is closed. Excuse me? It's closed. Ah, it's closed. Wat een kutfiguur, die mens. Natuurlijke poelen in vulkanische rotsen. Natuurlijke poelen in vulkanische rotsen. Ah, dat is leuk. 16 minuten rijden. We moeten... Oh, oh my god. Leuk. Naar waar? Naar hier. Je bent zo slecht in dingen aangeven. Ik heb daar gezegd dat je over de brug moest. Zet die GPS op. Jij mag gokken. Welke straat we moeten nemen. Ik tuut, hè. Ik begin te tuuten. Oh, tuut maar. Maar... Zeg jij zeker dat jij niet dat strandje van de eerste keer hebt ingegeven? Want daar ben je nu naartoe aan het rijden. Oei, maar dat kan wel, want dat is ook al echt daar. Wij moeten ook naar daar. Oh nee, als je dat zelf op de strand hebt ingegeven. Worden... Komt die man, we gaan avontuurlijk doen en verborgen strandjes ontdekken. Hier zijn, hoeveel stranden waren hier? 350. En je geeft gewoon exact hetzelfde strand in als waar we al drie keer zijn geweest. Oké, Elias en ik gaan om de beurt iets zeggen dat we missen aan België. Ik mis mijn mama.
Eigenlijk wist ik helemaal niet zoveel.